I'm glitching like a Als het klokje thuis tikt, zo tikt er nergens. En dat is zeker het geval bij Daddy, want... Sst, sst, hou nou op. Het zit de hele tijd bim bam, bim bam. Ja, we weten wel. Ja, je bent een praatjesmaker. Mijn klok is een praatjesmaker. En van wie zou die dat hebben? Ik heb geen enkel idee. Hey, gasten, de klok die gaat mijn zins iets te snel. Ik heb namelijk vakantie en mijn vakantie gaat echt veel te snel. Ik zou eigenlijk wel willen dat ik de tijd kon stilzetten. Ja, dat lukt me niet in het echte leven, maar kan het wel in GTA. En in GTA Online kan ik de tijd stilzetten. Ja, en ik ga dat doen voorwege de Exotic Export Vehicles. Hè. Dan kan ik die overdag gaan zoeken. Kan ik met mijn Hydra over de map heen vliegen zonder dat ik tegen allerlei masten aanvlieg en dingen. Die ik in het donker natuurlijk helemaal niet zie. Dus ik vind het vooral makkelijk. Nou, wat moet je daarvoor doen? Hoe kun je de tijd stilzetten? Ja, als je in Story Mode bent, dan ga je naar Director Mode. En vanuit Director Mode doe je Enter de Director Mode. Nou. Totdat we zo dadelijk ingeladen zijn. Wat we dan doen is onze interactiemenu openen. En als we onze interactiemenu open hebben, dan klikken wij op het, hier zo even kijken, hier rechtsonder, op Freeze Time. Dat is waar je op wil klikken. Niet de tijd settings, de dag of tijd, dat maakt niet uit. Het gaat echt om daaronder dat knopje, dat moet je inklikken. Driehoekje voor de PlayStation en Y-button voor de Xbox is dat. Oké. Wat gaan we dan doen? Als we dat hebben gedaan, de tijd bevoren, dan gaan we een missie opstarten of een load game opstarten die we eerder hebben gemaakt. Ik heb deze load game precies op 12 uur gesaved in story mode, dus dan is dat de klok precies op 12 uur. Maar het mag iedere load game zijn die je hebt, die start je vervolgens even op. Dit heb ik iets versneld, hè? Mijn PlayStation 5 is snel, maar zo snel als deze, dat ook weer niet. Hè? Dit heb ik natuurlijk fast forward gedaan. En dan zal je zien, dan kom je in story mode en dan staat je tijd bevroren. Dus je bent nu de hele tijd, sta je op de tijd van de game save die jij hebt geladen. Nou, en vervolgens kunnen we dan online gaan, online, play GTA online en dan gaan we daar weer heen. Als je dat doet, dan zal je zien, zo dadelijk komen we in online aan en dan staat ook de tijd stil en op de tijd die je in story mode gesaved hebt, hè? 12 uur, dan staat hij nu ook hier zo bij GTA in Daddy. Hier zo online kan ik heerlijk van het uitzicht genieten van mijn prachtige nieuwe appartement. Hè. Oh, heerlijk, dat is een mooi appartement. Hè. Kan ik helemaal zo naar buiten kijken, kan ik alles zien wat er overdag gebeurt. En die tijd, die 12 uur, die zal de hele tijd blijven staan. Ja, ook als ik naar een nieuwe sessie ga. Of als vrienden mij komen joinen in de sessie. Voor hun is het gewoon een normale tijd, maar voor mij zal het gewoon daglicht blijven. Voorheen, als je niet de goede tijd had, wat deed je dan? Dan ging je naar Creator en dan deed je een nieuwe sessie zoeken. En dan was je dan ging de tijd eigenlijk verplaatsen naar de huidige tijd voor dat moment. Maar ja, dat werkt niet meer, dus ik heb hier, dit is de workaround, je start even een job. Dus doe even start online, jobs, play job, Rockstar Creative Business, Titan of a job. En dan, als je dan in de job zit, dan kan je gelijk de job uit weer. Dus een telefoontje omhoog, vierkantje, kruisje en dan ben je er uit de job. En dan kom je in een nieuwe online sessie en dan heb je wel de tijd overgenomen van de online sessies die op dat moment gelden. Alleen de tijd blijft wel bevroren natuurlijk, alleen hij staat nu op 4 uur 41. Ja, of dat nou de allermooiste tijd is, weet ik niet. Maar wat je kan doen om de tijd dan aan te passen, ga je naar deze website. Staat hier beneden een linkje in de beschrijving en die zal aangeven hier linksbovenin wat de huidige tijd is in GTA Online. Je kan ook als je een straatauto verkocht hebt op dit knopje drukken, dan telt die 48 minuten en dan weet je wanneer je weer een nieuwe auto kan verkopen. Of als je een missie bent gestart, dan klik je daarop. En als die dan op 15 minuten staat, dan krijg je het meeste geld voor je missie. Of hier zo, dan zie je welke gangattacks er op dat moment actief zijn. Dus een hele handige website, links staat beneden in de beschrijving. Maar het gaat ons vooral om de huidige tijd die in GTA Online op dat moment geldt. En dat is dus voor ons belangrijk. Want als wij zo dadelijk willen veranderen van sessie naar de juiste tijd. Hallo, mevrouw, had u ook niet beter even de tijd kunnen stilzitten? Ja, ergens, overdags of zo. Volgens mij ben je een nachtblind als een kip, jongen. Dat is echt niet te geloven. Maar goed, hier zo gaan we heen. Ik ga even rond blijven rijden. Ik hou de tijd op de website in de gaten. En als het de juiste tijd is waar ik naartoe wil, dan zal ik de job gaan starten. Dan ga ik uit de job en dan kom ik in een nieuwe online sessie. En dan geldt de tijd die op dat moment in online is bevroren en wel. Ja, dus lekker man. Kan je lekker de tijd, de hele tijd het klokje laten stilstaan. Als je de klok wil laten lopen, dan moet je even je hele game opnieuw opstarten.
Nou, ik ga hier de tijd ook even stilzetten met een gevulde koek, gasten. Ja, want dan zal even werken. Mijn hele wereld stil. Oh, lekker. Daddy Cool, signing out. Till next time. Yo, 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 yo.